We zijn op de afdeling radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Per jaar worden hier ongeveer 4000 mensen bestraald. Wij hebben toestellen om u heen. Els van der Velde werkt nu een paar jaar op de afdeling. Ik deed hiervoor iets heel anders. Ik werkte op de keuringsdienst van Waren en toen leerde ik mijn huidige man kennen. En daardoor ben ik van Utrecht naar Eindhoven verhuisd. En in die periode kreeg mijn man zelf te maken met kanker. Hij heeft zaadbouwkanker gehad. En ik kwam hier niet aan de slag in het werk wat ik deed. Dus toen heb ik besloten om een studie te gaan doen. En dat werd radiotherapeutisch laborant. Staat het zo goed? Zo met mensen werken en iets voor mensen kunnen betekenen, vind ik echt... het geeft heel veel voldoening. En wat ook veel voldoening moet gaan geven is dit haar. Want het gaat eraf. Niet per se omdat Els het beu is. Nee, dit haar is gespaard om te doneren. Hoe lang heb je gespaard? 2 jaar wel, ja. Daar ben ik wel ruim 2 jaar mee bezig geweest. En van deze prachtige blonde lokken worden pruiken gemaakt. Speciaal voor mensen die het haar verloren zijn door een chemotherapie. Nou, tijdens mijn werk zie ik regelmatig mensen die hun haar zijn verloren. Door de chemokuren vaak. En die zijn heel blij met een nieuwe pruik. Dat voegt echt iets toe. De oncologieafdeling bestaat 10 jaar en daarom zendt Omroep Brabant 21 juni de hele dag uit vanuit het Catharina Ziekenhuis. Wil jij nou ook haar komen doneren, dan kun je je aanmelden. Blij? Ja, blij. Ja, vooral ook omdat het haar eraf is. Voor een goed doel. Dit is mijn haar. Heb jij ook 30 centimeter haar over? Doneer het dan.